Maar ze positief wel. Klussen vindt koffers met geld. Meestal kost een verbouwing koffers met geld. Ja, dat is een beetje ironisch. Maar niet voor een echtpaar uit Cleveland, Ohio. Tijdens een verbouwing vond het stel dat anoniem wil wonen. Juist een koffer met een smak geld erin. Voor mij kon je de koffer bijna niet dicht doen omdat geld papier eruit stak. In de koffer die verstopt was in de kelder na de zegel zat maar liefst $23.000. De koffer kwam tevoorschijn toen de doe-het-zelf het plafond van de kelder los trok. Na overleg met de advocaat bleek dat het echtpaar het geld mocht houden. En wat denk je dan wat er dan gaat gebeuren? Na een week vond de man nog een koffer met geld. Die koffer kon volgens mij helemaal niet meer dicht. Vandaar dus dat je het geld ook zag zitten. Na een week vond hij maar liefst $45.000 in de tweede koffer. Omdat sommige biljetten oud en zeldzaam zijn, zal de werkelijke waarde nog hoger liggen. Nou, het is natuurlijk fantastisch dat je dat vindt. En meestal denk je dat het criminele praktijken. Dat zou maar zo kunnen zijn. Zwart geld of wat dan ook. Maar als je dan ook nog het geld mag houden, dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Ik zou eens even heel snel kijken bij mij hier in mijn huis. Misschien zit er nog ergens een plekje waar ik een koffer kan vinden of meerdere koffers met geld. Ik denk dat de kans heel erg klein is, maar dan ga ik ook het nieuws halen. In ieder geval, het is natuurlijk fantastisch jongens, dat je dat vindt. Maar nogmaals, dat is niet voor iedereen weggelegd. Het is een, uit de koffer komen, uit de kast komen. Ja, die koffer die is in één keer heel veel geld waard geworden. En normaal kost een koffer en dan een paar honderd euro, een goede koffer, een reiskoffer. En nu vind je gewoon een koffer met een smak geld. Nou, fantastisch. En nogmaals, ik ga gauw kijken of ik wat kan vinden. Misschien vind ik een koffer. Maar zo positief ook. Tot de volgende keer. Ja, geweldig nieuws.